Goedenavond allemaal. Voor eerst van harte welkom, meneer de minister van Justitie, in een van uw paleizen, zou ik zeggen. Maar ook welkom in ons kleine café in Antwerpen. Welkom, confraters, welkom, dames en heren. Welkom op onze voorstelling van ons kunstproject van de Vlaamse Conferentie. We hadden het ons ook zeer makkelijk kunnen maken om een kunstproject te organiseren. We hadden misschien een heel bekend kunstenaar kunnen vragen met een prachtige tentoonstelling en een heel chique receptie achteraf. Maar dat wilden we net niet doen. We wilden het ons niet te gemakkelijk maken. En we hebben eigenlijk een heel andere, voor mij zeer onbekende weg ingeslagen. Wat u vanavond te zien krijgt, is het resultaat van een intens, stil, zelfs ondergronds proces dat hier binnen de muren van het paleis zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld. Verschillende kunstenaars, al dan niet met een verstandelijke beperking, zijn gedurende talloze maanden hier aan het werk geweest. Ze zijn in dialoog gegaan met dit gebouw, met de architectuur ervan, maar ook met de occasionele bezoekers en de meer professionele gebruikers ervan. Zij hebben rechtzittingen bijgewoond, zij hebben opzoekingen gedaan in de Bali Bibliotheek, zij hebben opzoekingen gedaan in de archieven die dit gebouw rijk is en dergelijke meer. Maar vooral zijn zij in interactie gegaan met de emoties en gevoelens die zich hier binnen de muren van het paleis afspelen. Of misschien eerder met die emoties die er nu net ontbreken. Vandaag krijgt u dus de voorlopige vrucht te zien van de kruisbestuiving tussen de juridische wereld enerzijds en de sociaal-artistieke wereld anderzijds. A, O, I, E, 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 A,
Oh. Ah! Foto van Smaalden Museum. Beschaduwd door de kadavers van de in de wurgen bij de stromen van Babylon opgeknoopten, verkoelen wij ons, luisterend naar de schone gezangen van dichters en minnestrelen, vergeten wij de schande Sions.